in een felbetwiste etappe. Ik denk ook bijvoorbeeld aan een etappe, terwijl we hier kijken naar de man Laporte, die gisteren de tijd heeft wel maar al snel de pijp aan Maarten moest geven vandaag. Je weet maar nooit dat het morgen bijvoorbeeld gaat regenen, dat er een onweer komt over de contrij van Tongeren en dat daardoor nogal wat peripetieën ontstaan en dat bijvoorbeeld zo'n Keukeleire in slechte papieren komt te zitten. Dat deed hij vandaag wel andersom. Hij ging aanvallen nog voor de tweede passage op de muur van Oeien, omdat hij wist van, ik moet daar wat voorsprong nemen, dan kom ik tenminste met de betere boven. Budding had er wel zin in om mee te gaan. Zou het dan later bekopen met plafonneren. Dat deed hij op die muur van Hoei ook. Op de Chemin de la Chapelle. En dan hadden we Turgis, die echt een goede dag had. Die ging aan aanvallen. Ik kreeg dan het gezelschap van Marchand. Er werd Frans gesproken vooraan. Dan kregen we een eerste keer van Endert. Die kwam naar voren en ging dan doorsteken. Er gaan deuren steken, zeggen ze in West-Vlaanderen. Ging daar gaan sprokkelen boven. Op de EF, meen ik dat we daar waren. Ja, dat was meegenomen, want dan kwam je wat dichter in het klassement. Hier zien we Keukeleire opschuiven tot aan het wiel van Grifko. Op die manier werd hij wat geïrriteerd. Werd hij ook monddood gemaakt, zou later blijken. Hij zakte er doorheen. Keukeleire kwam zelfs vooraan nog aansluiten. Dan zaten we toch met een fraai pakketje. En dan zaten we daar met z'n tweeën. Dan kwam de attack van Endert. Was dat meteen de goeie? Nou, als je er nog eens een couche bovenop legt, dan wel. Hier gebeurt dat. En dan rijdt hij door, stoomt hij door naar een voorsprong van 4 à 25 seconden. Je moet er altijd rekening mee houden in een dalende lijn dat hij vrijwel gehalveerd wordt. Maar zijn voorsprong was ver genoeg om een tweede overwinning in zijn carrière op zijn eerlijst te prijken. Van Endert wint in Wanze de lastigste etappe in deze Baloise Belgium Tour.